Welkom bij de Sherpa OE. De vraag die we kregen is: hoe kun je orders zichtbaar krijgen in de rapportage om het verschil te zien tussen product A en product B? En daarnaast was de vraag: hoe kun je zien dat er meerdere orders op een dag geproduceerd zijn? En wat is dan de OEE per order of per product? We hebben even een kopie van de database gemaakt en hem in anoniem gezet. We gaan naar de rapporten. Nou, anoniem maakt dat we hier fabriek 1 en lijn 2 zien in plaats van de echte namen. Het eerste wat we gaan doen, als we zeggen, nou, welke producten zijn er allemaal gedraaid, kun je naar de lijngrafiek. Een lijngrafiek opent standaard gegroepeerd per dag. En we zitten op dit moment naar de data van één dag te kijken voor de hele fabriek. Dus we zien hier één dag. Nou, er zit niet zoveel data in, maar dat geeft verder niet. We gaan groeperen. Gaan we naar order. Dan zeggen we groepeer per product. En dan zien we dat er hier drie verschillende producten zijn gedraaid. Dit is eigenlijk de eerste stap, maar het zegt natuurlijk in dit geval nog niet zoveel. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, van, nou, ik ga er een lijn bij plotten. Dus ik ga het aantal goede, de hoeveelheid goede output ga ik erbij zetten. In dit geval is dat niet geregistreerd, dus we gaan nog even verder kijken. Nou, onder overig hebben we een hele set rapporten. Hier zie je wat meer dan dat je in je eigen database beschikbaar kunt hebben. Nou, output per lijn is er een die iedereen in elke database beschikbaar is. En daar zie je eigenlijk een gelijk een overzicht. Je kunt kiezen, je kunt ook zeggen lijn en machine. Dan zie je de output per machine en gesommeerd voor de hele lijn of de hal. Maar als we hem op productgroep product hebben staan, dan zien we de productie per los product met de OEE-cijfers erbij. Maar dit is voor de hele fabriek. Nou, één manier is om in te zoomen, te zeggen ik ga alleen naar een bepaalde machine kijken. En op die manier weet ik welke producten zijn er allemaal gedraaid op 13 februari voor machine 6. Er is ook nog een andere manier, ander rapport, output per lijn, en dan het output rapport. Nou, dan krijg je een grafiek. Gaan we even naar fabriek 1 toe. Wat je hier ziet zijn de producten, uitgesplitst over fabrieken, lijnen of machines. Als we hier nou machine kiezen, dan krijgen we product naar beneden en de machines naar rechts. En dan zie je hier dus eigenlijk precies hoeveel aantallen er geproduceerd zijn voor een bepaald product op een bepaalde machine. Dat zijn eigenlijk in het kort de manieren om onderscheid te krijgen tussen product A en product B. Einde van het filmpje.